Buurt van de slagboom om deze even te sluiten, jongens. Dat is wel belangrijk. Dank daarvoor. De slagboom gaan even sluiten met spoed nu. De paarden gaan zich opstellen achter de startauto. De AZ Demontage Teamprijs. We danken AZ Demontage Team als koerssponsor. We danken Leo Schallekort namens de Deense Containers. Voor een envelop met inhoud voor de winnende piqueur Hartog Lucerne voor de waardebonnen. En we zijn inmiddels in de Boco Stables bocht op weg naar het startpunt. Voor de eerste vandaag op de topdag hier in Alkmaar. En hopelijk beleeft u hem thuis als zodanig. Nog 50 meter. En de start is gevallen. Begin met een hele korte galoppade voor Galaxy Freo. Valt er ook gelijk weer voor. En de strijd om de leiding is hevig. Waarbij in het heetst van de strijd Handsome Guy van de benen gaat. En aan de binnenzijde Juliette de aanval van Giddy King die probeert te pareren. Maar Giddy King die opvallen, dat valt niet mee. En aan de buitenzijde komt inmiddels de stalgenoot van Juliette naar voren. En dat is paard nummer 6, Gaia Vip. Paarden hebben zich over het algemeen goed gered in de Green Art Productions bocht. En we kijken naar de favoriet. Die ligt er prachtig in met Jim Veldman. Met Jackie Crown. Die komt daar op de rug van het paard in de dooi. Spoor mee naar voren als de verre linkerbocht alweer bereikt is. En dat is, zoals we allemaal weten, de Boco-bocht. En als eerste in de Boco-bocht is Giddy Kingley met Niels van der Tol. Giddy Kingley heeft daar die lengtevoorsprong. Op de tweede plaats hebben we dan Juliette, eerste paard aan de buitenkant. Gaia Vip. Achter Gaia Vip vinden we dan Thomas Bos met zijn Jewel Starlake. Ligt er mooi bij. Achter Jewel Starlake is dan in het tweede spoor die nummer 4, Jackie Crown. Met verderweg in het veld dan Sean Dekker achter Happy Charisma. Achter Happy Charisma hebben we dan Handsome Guy, die is ook weer gezet. Aan de buitenkant daar achter het nummer 9 van Haya Alki met verderweg in het veld Galaxy Freo. En de drager van de rode lantaarn is in dit geval Bas Krebas met zijn Jitske Swish. En als die wat wil, dan zal dit het moment moeten zijn. Nu het tempo vooraan nog niet al te hoog is. En ik heb ook het idee dat Bas Krebas de tijd rijp acht om zijn paard naar voren te sturen. Maar dat zal wel moeten, want we gaan zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune komen. En dan is er nog maar één ronde te gaan. In de opener van vandaag, we danken AZ Demontage Team. En het is aan kop van het veld nog altijd die Niels van de Tol met zijn Giddy Kingley. Oei, daar gaat hij van de benen in het derde spoor. Jitske Swish maakt de galopade en valt terug naar de laatste geleden. Uitgeschakeld, nummer 11 galop. Vooraan maken de leerlingen nog een beetje de dienst uit. Waarbij nu van de reling afkomt die Mats Wester met zijn Juliette. Juliette gaat als eerste in de aanval op de koploper. En dat is nog altijd die Giddy Kingley. Giddy Kingley, buitenzijde dan de twee. Juliette, dan Thomas Bos geeft hem een koers op maat hoor. Die Jewel Starlake. En daarachter moet op dit moment aan de binnenzijde naar voren komen. En dat doet hij ook, Happy Charisma. Achter Happy Charisma komt aan de buitenzijde de favoriet Jackie Crown, maar die heeft toch ook nog wel bergenwerk te verzetten. Als we dan op weg gaan naar de overkant van de baan, met nog altijd dezelfde situatie, waarbij Giddy Kingley, een outsider, hier het veld te weg wijst. Aan de buitenzijde Juliette, daar komt Thomas. Aan de buitenzijde ook naar voren met zijn Jewel Starlake, maar die zit daar in het gedrang en springt weg. Sean Dekker ogenschijnlijk met de handen vol daarachter op de derde plaats en die vindt een opening. Uitgeschakeld. Dekker vindt een opening en dan is het gewonnen spel. Daar komt hij dan aan de buitenzijde naar voren, Happy Charisma, en die gaat daar niet op wachten. Ja, misschien zijn we te vroeg, want er komt nog een deelnemer vanuit het achterveld sterk terug, maar het is die Happy Charisma die niet zo snel op zal geven. En die als eerste in de laatste rechte lijn. Daarachter dan de strijd voor de plaatsen met aan de binnenzijde de geklopte Giddy Kingley. Aan de buitenzijde komt dan die nummer 5, Handsome Guy, als een duveltje uit een doosje. Het is de 8 die het wint voor de 5, de 3 en de 4. Een en ander is voorlopig.